Твоей море, это для Микеля Дио, и Чуэтлайк Хлювахе. А у Питайфин Тона Стоу Хестес, и Тарис Байбусти, и Айвелос Лиер, это уж Хлювахе, и Швиданцис. И на это уж лад обстан, и он сюда фрибентен из Хмак, Арто. Вот и секрет бедрах, это уж Хмак, и на Ясите. И Тарайлос Дедин, и kom hierdie klein geloofigheid nou weer na my toe en sê my joh, die Here seën my en my gesin al so lank met so baie ding. Hoe kan ek nou hierdie groot bedrag ook nog ontvang? En ek sien die ding van Tietjie hart, so ek bring toe nou my eie stukkie by hierdie verbintenis wat ons besig is om te doen en ek sê wanneer hierdie geld kom, Here help my dat my hart reg sal wees en ek het reg sal spandeer. Dat die volgende ochtend, vrijdagochtend, vroeg, in my stilte hoekie daar by die huis, die vat ek my koutje pen en ek skryf op die huur, 25 Augustus die datum, en ek skryf daar, spreuke 4:23, is een van my kernvers in my lewe, bewaar jou hart, want jou hart is die oorsprong van die lewe. Niks van die verbintenis het ons eindelijk veronderstel was om daar neer te skryf. Nou, vrijdag, my besigheid, is die maandag, denk ek, van die ander mens. Al die verskaffers moet betaal. So, die van julle wat ek weet van kontantvloei, gewoonlik het jy R50 in die rekening en moet R100 se verskaffers betaal. So, dit is gewoonlik een geskarrel en een geplanne maak en bel hier en daar dat die betalings kan inkom so dat jy al jou verskaffers kan betaal. Daar die vrijdag, betaal ons allemaal uit en nadat ons betalings gemaakt het, toe besef ons dat ons die recordbedrag uitbetaal het van enige vrijdag vanaf 1996. Ons het nie nodig gehad om iemand te krijgen, ons het nie nodig gehad om plannen te maken, ons het geld weer in die rekening as het klomp ons wat nog nie betaal het. En toe tref het my tussen die oog, dat die Here vir my wys en vir my sê, jy het gisteroggend het jy een belofte afgeleg vir een sekere bedrag, maar jy het my nie vertrou. Hier wys ek nou vir jou, in jou eie besigheid, 24 uur later, vertrou my, ek gaan vir jou goed gee. So noodloos om te sê, toe ek terugkom by die huis, toe gaan skryf ek, hoe kan die datum groot, die bedrag waarop ek een belofte afgeleg, en die bedrag wat ons die vrijdigheid betaal. So ek dink die boodskap hier is net, dat ons moet God vertrou, ons moet nie klein geloof wees, ek hoop dit help ons.